We hebben op dit moment geen gele koorts vaccins. We hebben een shipment onderweg. De verwachting was dat wij op 24 oktober recentelijk de gele koorts lading binnen zouden hebben. Echter is die datum niet gehaald. Het is een hele grote uitdaging, internationaal en regionaal. Niet alleen voor gele koorts, maar ook voor andere soorten vaccins. Omdat er een groot toegenomen vraag is naar vaccins na de COVID-pandemie. Voor de routine immunisaties, dus voor de normale immunisatieprogramma's. We hopen, en dat was gisteren nog vanuit de PAHO, dat we op korte termijn kunnen beschikken over de gele koorts vaccins. We weten vanuit het ministerie dat het een vervelende situatie is, omdat mensen moeten reizen. Maar er wordt wel op basis van de beschikbare hoeveelheden gele koorts vaccins bij de RGD, die primair bestemd zijn voor de kinderen, worden dus op basis van de restdoses wel een planning gemaakt voor degenen die het dringend noodzakelijk hebben. Dus er is wel een planning vanuit het BOG. Als u dringend weg moet, gevaccineerd moet worden, kunt u uw naam doorgeven bij het medisch centrum van het BOG. En er wordt dus op basis van prioriteit en op basis van noodzaak, zij het om medische redenen of om sterfte of wat dan ook, wordt er dan gekeken naar de hoeveelheden die beschikbaar zijn. Dus zo zijn er een aantal mensen wel geholpen in de afgelopen periode.